voor mij en voor de camera van DVS TV, daar staat zomaar een Kenneth Aninkora. En Kenneth, ik wil je van harte feliciteren met je verjaardag. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja. Hoe oud ben je geworden? 23 jaar, jong. Man, in de kracht van je leven, ja, hoor. Die. Dat is waar. En dan gewoon nog in bij de meest krachtige club op de Veluwe terechtkomen. Uiteraard. Beter kon ik niet kiezen. Beter kon je niet kiezen. Nee. Hoe is het met je blessure? Ben je weer een beetje terug? Gaat de goede kant op, dus dat is wel mooi. Dus we kopen volgende week deels mee te trainen. En vanuit daar hopelijk ook bij de selectie te zitten als alles mee zit. En daar hopelijk minuten te maken en te scoren. Ja, hey, ja. Deze week nog niet? Deze week kom ik nog te vroeg. Ja, ja. Oké, te vroeg. Ja, jammer, want dat ene moment daar in Harkema's borsten, daar zie je toch een beetje kwaliteit van jou, hè? Ja, ik baal er wel van dat ik hem niet maak, want ik trap nog in de grond. Als je hem maakt, dat is voor elke andere wedstrijd. En dan denk ik ook dat je hem wint. Maar helaas. Hey. Kenneth Aninkora, de supporters van DVS willen graag weten, wie is Kenneth Aninkora? Ja, Kenneth Aninkora, niet inmiddels 23, woon in Amsterdam, gevoetbald bij Almere City, Ajax, FC Diemen. Voetbal is mijn passie, ik leef voor de sport. Heb je ook nog even bij Ajax gezeten? Ja, ik heb bij Ajax gezeten. Bij de jeugd? Ja. Ja? Ja, zeven jaartjes. Leuk. Met wie heb je onder andere gevoetbald daar? Met Fosu Mensah, met Zeefuik, met Sierhuis, Eiting. Ik heb ook nog wel met de jongens Malen en Kluivert in het team gezeten. Matthijs de Ligt ook nog in het busje gezeten, want die woont 5 minuten rijafstand van mij. Dus dat betekent, Kenneth, dat jouw basiskwaliteiten duidelijk aanwezig zijn. Ja, als je Ajax hebt gevoetbald, dan heb je die zeker. En alleen dan moet het hier nog eventjes weer tot uiting komen, hè? Ja, klopt. Zolang ik fit ben, dan zal iedereen wel hier genieten van die basiskwaliteit. Ja, want je hebt de afgelopen 2 jaar even misschien ook door corona in een dip gezeten. Klopt. Voetbaltechnisch gezien. En, klopt. Ja, hè? Ja, bij Almere City is het helaas niet geworden als we gehoopt hadden. Ik heb bij Jong dus gezeten en toen kwam de corona. Kon de Jong-competitie niet meer doorgaan, de derde divisie ging niet meer door toen. En bij het eerste speelde ik ook heel weinig, dus getraind. En in kleine groepjes en toen wat grotere groepjes. Maar qua wedstrijd fit heb ik al 1,5 jaar heb ik heel weinig gedaan. Durf jij je eigen kwaliteiten op te noemen? Jawel. Ik denk dat ik best wel snel ben. Ik kan een mannetje passeren, linksom, rechtsom. En het overzicht in mijn spel. Dus, en waar speel je het liefst? Links, rechts? Dat is een goede vraag. Troelala. Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb overal voorin. Ik speel... Ik vind spits wel een hele fijne positie om te spelen. Als ik een vrije rol heb dan tenminste. Maar ik durf niet te zeggen dat echt één positie mijn voorkeur heeft. Ja. Voel je al een beetje verbonden bij de club? Ja, dat had ik al heel snel. Na een paar keer meetrainen had ik dat al. Dus, En bovendien, je rijdt mee met Adriaan Kruijzeer. Die heeft ook bewust voor DVS gekozen. Klopt. Ja, dus afgelopen zaterdag sprong je hartje ook op en neer toen 4-1. Tuurlijk. Goed zo. Ja, Aartje heeft mij zeker geïnspireerd hier naartoe te komen. Dus dat beviel al heel snel goed. En ja, inderdaad, zaterdag kom je ook knullig 1-0 achter. Maar ja, je verdient om te winnen. Dus die 4-1 is zo'n mooie uitslag. En je geniet voor zover mogelijk van de trainingen die je gehad hebt tot nog toe hier. Ja, ook. Zeker. Als ik bezig ben, denk ik wel kutfysio's. Ja. Maar achteraf, ze doen het heel goed, dus ik ben blij met ze.